Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie allemaal tips op het gebied van zwanger zijn. Ik ben zwanger geweest, ik heb een prachtig dochtertje en ik heb zoveel van die kleine dingetjes waarvan je denkt, dit was zo handig. En dat zijn allemaal dingen die ik als tip heb gehad van vriendinnen, dingetjes die ik cadeau heb gehad van vrienden, die zeiden, dit heb je echt nodig. Maar ook dingen die ik zelf per toeval heb ontdekt, die ik echt heel erg fijn vond. En die tips ga ik vandaag met jullie delen. Nou, ben je nou benieuwd naar alles omtrent zwanger, baby's, dat soort dingen? Ik heb mijn hele zwangerschap gevlogd, dat kan je zien op het kanaal Vloggloss. Daar komen ook heel veel kleine tips en trucjes tussendoor voorbij. Maar vandaag ga ik even heel concreet vertellen wat nou echt mijn ultieme tips zijn. En ik ga beginnen met mijn nummer 1 tip. Dit heb ik van vrienden cadeau gekregen. En zij hebben het weer als tip gehad van een vriendin die net was bevallen. Die zei, geef dit naar cadeau. Dit is echt mijn beste nummer 1 tip. Dit. Dit is een voedingskussen. Of een zwangerschapskussen. Of in ieder geval een soort langwerpige worst. Mijn is een beetje al verslapt omdat ik hem zoveel heb gebruikt. Maar hij ziet er zo uit. Zo, als een soort van boog. En je kan hem ook zo neerleggen. Nou, je kan er van alles mee doen. En echt waar, dit ding gebruik ik nog steeds iedere dag. Ik heb hem cadeau gekregen van vrienden toen ik een beetje tegen het einde van trimester 1 zat. Toen ik iedereen vertelde dat ik zwanger was. Nou, zij kwamen hiermee. Toen had ik nog, ik had wel een beetje een buikje. Maar je buik wordt natuurlijk steeds groter en slapen wordt steeds ongemakkelijker. Nou, dit ding is, ik slaap er nog steeds mee, elke nacht. Maar ja, weet je, het is gewoon super. Dit doe je dus tussen je benen. En als een soort van worst, ik hou hem dan zo vast, vind ik vaak lekker. Doe ik hem tussen mijn benen, dus mijn knieën en mijn voeten. En dan zo slapen, echt hemels. Zo fijn, fijn voor je bekken, fijn voor je buik. Absoluut, absoluut, absoluut nummer 1 ding wat ik cadeau zou doen aan een zwangere vrouw. Ik heb hem al cadeau gedaan trouwens. Degene die ik heb, eerlijk gezegd, ik weet het merk niet, want ik heb er nu een hoes omheen zitten die ik dan weer bij de HEMA heb gekocht. Maar je hebt dit van allerlei merken. Alles wat sowieso hier voorbij komt, link ik hieronder. Ja, het heet een zwangerschapskussen. En nu de kleiner er is, ik slaap er nog steeds mee. Maar je kan dus ook bijvoorbeeld dubbel vouwen. Dan doe je er een kussensloop omheen en dan heb je een super lekker zitzakding voor de baby. Dus zij ligt er ook op en ja, we spelen erop en zo. En als ik borstvoeding geef, dan leg ik hem ook heel vaak zeg maar, op onder mijn nek zo, terwijl ik haar zo aan het voeden ben. Ik leg hem ook tegen haar rug aan als ze dan zo tegen me aan ligt. Je kan er echt zoveel mee. En nummer 1 is gewoon voor je lijf, dus tussen je benen, tussen je knieën. Het is zo comfortabel. Trouwens ook voor niet-zwangeren. Ik heb een vriendin die zei, die zag dit, die zegt, wow, kom je daar aan? Ik heb dit echt nodig, ik wil altijd kussen tussen mijn knieën. Koop dit. Het is niet alleen voor zwangere vrouwen. Maar goed, dit is echt mijn absolute nummer 1 tip. Zo'n kussen. Dan deze voedings-BH's van H&M. Ik heb er nu een stuk of 6 zelf. En ik draag ze nog steeds bijna iedere dag. Dit zijn echt de lekkerste BH's ever als je zwanger bent. Het is zo fijn. Je borsten groeien als kool. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij mij was echt mijn eerste indicatie dat ik zwanger was, was dat mijn borsten zo gevoelig werden. En ze werden zo groot ineens. Ik bedoel, ze waren al niet heel klein of zo, maar ze werden echt huge. En je wil natuurlijk iets comfortabels dragen. Zeker ook 's nachts. Het is echt wel fijn om gewoon een zachte, maar toch supportive BH te dragen. Nou, deze BH's echt de uitkomst. Ik vind ze zo fijn. Ik had er eerst 2 besteld en toen merkte ik dat ik eigenlijk niks anders meer pakte. Ja, af en toe een sport BH of zo. Maar ik blijf maar terugkomen bij deze BH's. Maar ook nu ik borstvoeding geef, nog steeds beste BH's. Ik draag ze de hele tijd. Als ze weer schoon uit de was komen, denk ik, oeh, doe ik echt mijn happy dance. Van yes, daar zijn mijn BH's weer. Dus ja, deze voedings-BH's, 100% mijn fave. Dan deze hemdjes van de H&M. Dit zijn voedingshemdjes. En ik zal jullie even laten zien hoe dat er dan precies uitziet. Die draag ik dus echt ook heel veel. Vooral 's nachts. Het ziet er verwarrend uit, maar het is een hemdje met een extra binnenstukje. Kijk, dit is het hemdje. En daarin zit een soort extra band. Dus dit kan om je borsten zo. En dit kan je losmaken. Daarom is een voedingshemdje. Daar kan je zo je babytje voeden. Maar je hoeft het natuurlijk niet te dragen als voedingshemdje. Net als met die BH's. Je kan het ook gewoon als, zeg maar, kleding dragen gewoon. En zeker tegen het einde van de zwangerschap was dit hemels. Ik droeg dit dan gewoon zonder BH. Nou, als ik dan niet die andere BH's droeg. Gewoon zo. En die band houdt je borsten op zich wel op hun plek. Het is gewoon lekker, lekker comfortabel. Echt op het einde, zeker als je nog mee gaat toeteren hebt. Weet je, there's only so much wat je aan kan. Dus je wilt jezelf zo comfortabel mogelijk maken. Nou, deze hemdjes zijn top. Wel een kleine kanttekening. Ik had deze in XL gekocht.
deze en die BH's ook. Omdat ik dacht, ja, ik weet niet hoe ik zit na de zwangerschap. Weet je, ook je borsten worden ook groter met borstvoeding. Dat wilde ik graag geven. Maar het valt allemaal wel vrij groot. Dus ik zou echt je eigen maat aanhouden. Ook al denk je, ja, weet je, ik word steeds groter. Moet ik een maat groter? Want ik had twee had ik er een L. En die zitten precies goed. En ik zelf, ja, het zit toch een beetje los. Flubbert een beetje. Ik slaap nog steeds in deze hemdjes. En ik voed 's nachts in deze hemdjes. En dat is echt ideaal. Echt ideaal. Maar dus ook tijdens de zwangerschap. Je wil bijna niks anders meer aan. Dan deze H&M onderbroeken. Weet je, ja, je hebt natuurlijk sexy lingerie en zo. Maar op een gegeven moment, je lijf verandert ook. Hè? Je buik rekt iets meer naar voren uit. Dus eronder ook. Dus je ondergoed zit ook niet meer zo lekker. En deze onderbroeken zitten echt zo heerlijk. Die hebben een soort van inhammetje in het midden. Heel klein beetje. Waardoor je buik ook lekker valt en zo. En op een gegeven moment wilde ik alleen maar deze aan. Ik had een pak van 5 gekocht. Alleen nog maar deze onderbroek. Want niks anders zat nog lekker. Dus ja, dit. Ik zou echt een combinatie maken van die voedings-BH's, die hemdjes, die onderbroeken. En je hebt een soort van hele comfortabele basis die je gewoon non-stop aan kan. Die onderbroeken draag ik trouwens ook nog steeds. Zeker in het begin postpartum heb ik heel veel die onderbroeken gedragen. Deze Lululemon High-Rise Legging. Ik heb deze heel veel als tip gelezen online om te kopen voor als je zwanger bent. Het is niet een officiële pregnancy legging, maar hij werkt erg goed bij zwangere vrouwen. Nou, wij waren in Miami en toen heb ik er 2 gekocht. En op een gegeven moment kon ik niks anders meer aan. Het is gewoon zo lekker. Het zit super hoog, super stretchy. Lululemon is wat aan de prijzige kant. Het zijn $100 per stuk. En je moet het dan uit Amerika bestellen. Je hebt in Nederland ook wel allerlei merken die high-rise leggings hebben. Of speciaal voor zwangere vrouwen. Bijvoorbeeld H&M heeft het. Noppies heeft het. En wel meer merken. Ik vond die van Lululemon echt fantastisch. Maar ik had het geluk dat ik natuurlijk ook in Amerika ben geweest. Dus een high-rise, laten we het zo zeggen, een high-rise legging. Een high-rise legging, liefst speciaal voor zwangere vrouwen. Dat in combinatie met zo'n hemdje. En dan, nou, misschien een vest of een trui eroverheen als het koud is. Nou, perfect. Maar je wilt natuurlijk ook nog wel eens wat anders aan. Dus maternity wear. Ik heb allerlei soorten maternity wear geprobeerd. Maar veruit mijn favorieten. Ook qua stijl dat ik echt denk, zo, deze mensen, they know their fashion. Dat is de ASOS maternity kleding. Echt. Ik heb de mooiste dingen gekocht daar. Allemaal prachtige jurken die ik gewoon nog steeds aan kan. Het enige verschil is dat ze gewoon wat meer ruimte hebben bij de buik. Wat meer speling. Ik heb ook wel andere kleding hoor van mezelf. Die al. Ik was al heel erg het type van A-lijn jurkjes en zo. En bijvoorbeeld zoiets als wat ik nu aan heb. Dat is, valt wat losjes. Dat kan gewoon met een zwangere buik. Maar op een gegeven moment wordt je buik echt groot. En dan moet je echt kijken wat of super stretchy is of kleding die speciaal voor maternity wear is voor zwangere vrouwen dus. En naar mijn mening was die van ASOS echt het allermooist. Mooist, comfortabelst en ook nog eens prima om daarna gewoon te bewaren en gewoon alsnog te dragen. De jurken die ik heb, die kan ik nu gewoon nog steeds aan. Dus absoluut ASOS maternity. Dan je voeten, want het wordt steeds ongemakkelijker. Schoenen aantrekken, dat gaat op een gegeven moment gewoon niet eens meer. Dus mijn nummer 1 tip is slippers. Goeie basic slippers. Deze slippers heb ik al 1000 jaar. Werken helemaal prima, maar ook voor thuis sloffen. Dit soort heerlijke, comfortabele, fluffy sloffen. Je voeten zwellen op, vooral tegen het einde. En dan is dit super lekker. Dit ook. Ik ben zelf bevallen in de zomer. Dus wat ik nu allemaal deel is wel een beetje misschien zomers. Maar nou, zie het als zomer, winter. Dan het smeren van je lijf. Kijk, weet je wat het is? Insmeren, niks zal striën echt voorkomen. Maar je lijf kan wel gaan jeuken. Ik had dat wel op een gegeven moment op mijn buik heel erg kriebelde. En dat is omdat je huid gewoon steeds maar aan het uittrekken is. Ik heb allerlei smeerseltjes geprobeerd. Wat ik fijn vond, wat ik minder boeiend vond. Kijk, je kan natuurlijk ook gewoon normale body lotion doen. Maar mijn ultieme favoriet, en daar heb ik denk ik 12 flesjes van opgemaakt, is deze Palmer's olie. Ja, die is echt zo lekker. Ruikt lekker, smeert lekker. Op een gegeven moment werd het een heel ritueel voor me. Dat ik dacht, ik smeer dat. Ruikt lekker, een beetje chocola-achtig. Ging ik echt 5 minuten smeren. Ging ik praten met de baby in mijn buik. En nou, ik masseerde mezelf ermee. En daarna ging ik lekker op bed liggen. En 's ochtends deed ik hetzelfde. Dus 2 keer per dag. Ik heb ook deze van Weleda gebruikt. Die vind ik ook lekker, maar die is heel verkwikkend. En ik vind vooral 's avonds dat smeren heel lekker. En dan, ik word er anders zo klaar wakker van. Dus die is ook lekker, maar wel erg verkwikkend. Dus stel je bent meer iemand die zich graag in de ochtend insmeert, dan is dat misschien meer voor je. En die koken, ja, ik gebruik hem 2 keer per dag. Zo lekker, zo fijn. Oh, en ik bestel hem gewoon mijn boodschap elke keer mee. Dan skincare. Want
Iedereen is bang voor het gevreesde zwangerschapsmasker. Nou, dat is dus dat je een soort pigmentvlek masker op je gezicht krijgt. Krijg je heel veel zwangere vrouwen. En ja, dat wil je voorkomen. Ik heb het dus gewoon nooit gekregen. Terwijl ik echt in de zon heb gezeten. Ik ben buiten geweest. Het was hartje zomer. Ik heb nooit gekregen. Oh, mijn huid is ook nog eens heel gevoelig voor zon. En dit is mijn geheim. Dit is wat bij mij echt heeft gewerkt. Vitamine C gebruiken. Kijk, je moet als zwangere vrouw sowieso voorzichtig zijn met BHA's en dat soort dingen. Ik had een prachtige huid tijdens mijn zwangerschap. Ik heb altijd heel veel puistjes normaal en ik gebruik altijd BHA en zo. En andere exfolianten en zo. Chemische exfoliant gebruik ik. En dat kon allemaal niet tijdens mijn zwangerschap. Maar mijn huid was zo mooi. En dat, weet je, het gaat twee kanten op. Of het wordt super mooi, of het wordt juist iets meer acnegevoelig. Maar mijn huid was echt super glowy. Maar dit maakt je huid ook zo glowy. Ik gebruikte dit sowieso al heel lang voordat ik zwanger was. En toen was ik zwanger. En toen las ik dat dit dus echt heel goed helpt. Om je huid mooi te houden. Maar ook gewoon tegen dat zwangerschapsmasker. Een ander lichaamsproduct is deze perineum olie. Perineum olie. Die heb ik van 4 of 5 verschillende vriendinnen getipt gekregen. Van Marsje, moet je echt gebruiken. Dat is dus een olie. En die smeer je aan de wand van je vagina. Daar masseer je het ook echt mee. Om te voorkomen dat je uitscheurt. Die olie zou ervoor zorgen of kunnen zorgen dat het niet helemaal uitscheurt. Echt meerdere mensen hadden gezegd. Marsje, moet dat inhalen. Dus wel heel belangrijk dat je dat pas tegen het einde van je zwangerschap mag gebruiken. Niet de je hele zwangerschap lang. En ik heb dat ook trouw gedaan. Dus dan moet je het zeg maar smeren en ja, masseren en zo. Eerlijk, ik was dus niet uitgescheurd totdat het echt misging. En dat is meer, als je, nou ja, dat in mijn bevalverhaal vertel ik er meer over. Maar, dus ik heb wel het idee dat iets heeft gedaan. Maar ja, totdat het dus zeg maar forcefully uitscheurde. Maar ja, niet alleen ik. Meerdere vriendinnen die er echt heel enthousiast over zijn. En die vinden dat echt hun nummer 1 tip als zwangere vrouw. Dus ik geef hem graag aan jullie door. Kleine tip nog voor je huid. Mocht je in de zomer zwanger zijn, hoed, zonnebril, zonnebrand. Ik had het altijd in de huiskamer liggen. Mijn hoed, daar zat een tube zonnebrandcreme in en mijn zonnebril. En als ik ook maar even naar buiten ging of in de tuin ging chillen of wat dan ook, smeerde ik me volledig in. Deed ik de hoed op, deed ik de zonnebril op. Het is gewoon zo belangrijk om je huid te beschermen. En als je zwanger bent, ben je gewoon heel gevoelig voor ja, vlekjes en dingetjes. En gewoon je huid, je wil gewoon jezelf goed beschermen. Dus die drie dingen altijd bij de hand hebben als je in de zomer zwanger bent. In de winter natuurlijk ook zonnebrandcreme smeren. Maar in de zomer echt heel, heel veel. Dan een bidon. Je wil altijd water in de buurt hebben. Je hebt als zwangere vrouw zoveel meer vocht nodig. Je bent een mensje aan het kweken. Je hebt water nodig. Dus ik zorgde ervoor dat ik altijd een bidon in de buurt had die altijd vol zat met water. Als ik me opdronk, gelijk naar de kraan, gelijk weer vullen. En gewoon de hele tijd blijven drinken. Belangrijker dan ooit. Je doet het voor jou, je doet het voor je babytje. Hou die bidon bij de hand. Dan je tepels. Er is een soort van old wives tale dat oudere vrouwen vaak als tip geven om je tepels ruw te maken of zo. Volgens mij is dat niet helemaal goed, maar je tepels worden sowieso wel een beetje droog en ruw. Ze rekken uit, ze gaan er heel anders uitzien. Je borsten worden natuurlijk groter en ze gaan ongelooflijk droog en jeukerig worden. Ik heb echt heel vaak dat ik dacht... En het enige wat bij mij echt hielp was mijn favoriete nummer 1 beauty tip. Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Ik heb denk ik 20 van die tubes opgemaakt of zo. Altijd bij interviews als mensen mij vragen wat is je nummer 1 beauty tip, dan zeg ik altijd dit product. Want het werkt gewoon heel goed tegen droge plekjes, droge lippen. Gewoon van alles. Maar wederom, ik heb alles geprobeerd. Het enige wat hielp was dit bij mijn tepels. Dus again, 8 Hour Cream. Wondermiddel. Dan een tip die misschien een beetje gek is, maar misschien komt die bij jou ook van pas. Maar ik had dus echt heel erg last van een verstopte neus. Mijn neus, ik kon op een gegeven moment niet meer ademen door mijn neus. Ik dacht dat ik gek werd. Ik heb wel vaker last van mijn sinussen en zo. Maar tijdens mijn zwangerschap werd dat veel en veel en veel erger. En toen heeft iemand bij de comments me dit getipt. En dit is een soort van klemmetje wat je in je neus zet. Het zou ook helpen tegen snurken. Ik weet niet of hoe dat precies zit. Maar ik vond het in ieder geval mega lekker slapen. Dus je doet dat dan in je neus. Ik legde het echt bij tandenpoetsen. Legde ik het ernaast. En dan deed ik het in mijn neus voor het slapen. En ja, ineens kan je ademen. Het is zo lekker. Het valt echt te proberen. Misschien ook voor anderen die issues hebben met hun neus en zo. Ik vond het wel fijn. Dan de bouncy bal. Oh, wat is dat toch lekker. Zo'n grote bal waar je op kan zitten. Waar je lekker op kan bouncen.
We hadden er al eentje in huis, omdat mijn man heeft dingen met zijn rug en hij moet heel vaak op zo'n bal zitten en oefeningen daarmee doen. Dus we hadden hem al en toen ik zwanger was, oh wat hemels. In het begin denk je nog, ja wat maakt het nou uit? Totdat je toeter zo groot is dat je denkt, ik kan het niet meer, ik kan niet meer zitten, ik kan niks meer. En dan ga je op die bouncybal zitten en denk je, oh wat een verademing, lekker een beetje heen en weer gaan. Hij is ook heel fijn om weeën op te vangen, heel fijn om op te werken. Dus als je zeg maar achter de laptop zit, ook voor niet zwangeren, het is best wel goed voor je rug. En zo. Dus wij hebben sowieso altijd al in de huiskamer liggen. Maar ook nu de baby er is, boeren wij haar heel vaak op die bal. Dus dan zit je zo en dan ga je bounce op die bal en dan komt er een boertje uit. Dus nog steeds is het echt een must in onze huiskamer, zo'n bal. En ik kan hem ook echt iedereen aanraden. Als je zwanger bent, zo'n bal lekker op gaan zitten. Zeker als je weeën beginnen. Lekker even een beetje wegpuffen terwijl je op die bal zit. Heerlijk. Een cursus, een bevalcursus, kan ik jullie ook aanraden. Wij hebben één dag een privécursus gedaan bij de online geboortecoach. En vonden wij heel erg leerzaam. Het was gewoon een volle dag les over bevallen en hoe dat allemaal gaat. En kijk, je weet wel dingen, maar pas als je echt een cursus doet en vragen kan stellen, dan ontdek je ineens allerlei dingen. Er waren zoveel dingen die ik eigenlijk nog niet wist. En dit heeft me echt heel erg geholpen. Ook eerlijk, ook toen het misging met de bevalling. Toen dat ik dacht van, oh, maar dat is zo en zo. Oh ja, dat had ik toen geleerd. Het helpt je wel een beetje met geruststellen ook. Dat je denkt van, je weet een beetje wat er allemaal gaat gebeuren en hoe het allemaal gaat. Dus ik kan iedereen aanbevelen om een cursus te doen. Kan ook gewoon online. Gewoon doen. Ik weet dat er vrouwen zijn die zoiets hebben van, ik ga er blanco in. Maar het is denk ik ook wel fijn om een beetje vooraf te weten wat er aan zit te komen. Dan boeken. Ik heb echt een stapel aan boeken tips. Ik wil er niet per se een losse video over maken. Maar ik heb er wel een highlight over gemaakt op mijn Instagram. Ik zal jullie even laten zien waar je die kan vinden. Dit is mijn Instagram, Beauty Gloss. En dan heb je een bolletje hier en er staat babyboeken. Als je die bekijkt, dan vind je allemaal boeken met uitleg waar ze over gaan. En met een swipe heb je en alles. Mijn favoriete boek, dat is Mama. Dat is echt, ik vind dat echt een ontzettend goed boek van Nina Pearson. Dat is een boek die heb ik denk al 5 keer cadeau gedaan. Er staan zulke goede dingen in. Een heel lekker comforting boek om te lezen. Absoluut ook een cadeautip. Sowieso alle boeken. Ik vind boeken altijd hele leuke cadeaus om te geven aan mensen. En check even die highlight voor al mijn favoriete boeken. Maar Mama staat bij mij op 1. En tot slot heb ik een tip om een bijhoudboekje te hebben waar je in kan schrijven hoe de zwangerschap was en waar je tegenaan loopt. Kleine dingetjes opschrijven. Ik weet niet of jullie het al hebben gehoord, maar ik ben daar dus ook zelf mee bezig. Omdat ik zelf zo'n boekje had en die vond ik een beetje betuttelend. Het was een beetje, hè, wordt de kamer roze, wordt de kamer blauw? Wat voor werk doet papa? Wanneer gaat hij weer aan het werk? Misschien is er wel helemaal geen vader in beeld. Laat hier opa en oma wat invullen. Misschien heb je geen contact meer met je ouders. Ik vond het, ik weet niet, ik miste zelf een beetje de nuance daarin of zo. Ik miste een beetje de neutraalheid daarin en ook genderneutraal. Ik vond het erg, erg meisje-jongen gericht. Jullie weten, wij hebben ook geen gender reveal gehad. Dat vonden wij helemaal onzin. Dus ik ga zelf zo'n boekje uitbrengen. Genderneutraal, invuldingetjes en ook over de bevalling, hoe je het vond. Omdat ik zelf ook zo'n nare bevalling had. Maar goed, dat is allemaal. Ik update jullie zodra dat zover is. Maar ik zou absoluut aanraden om iets van een boekje bij te houden. Want het is wel fijn om dingen op te schrijven voor jezelf. Hoe het ging en zo. En met de kennis die ik nu heb van wat ik zelf heb ingevuld en de vragen die ik zelf had en waar ik veel over nadacht, ga ik dus mijn eigen versie maken. En verder, laat je lekker vertroetelen. Ik heb heel erg het idee dat vrouwen zoiets hebben van, ik doe het allemaal zelf wel, ik doe het zelf wel. Maar geloof me, op een gegeven moment in je zwangerschap komt er een punt, dan kan je bijna niks meer. Echt gewoon, je kan niet eens je veter strikken. Maak er gebruik van dat mensen je willen helpen. Weet je, als mensen zeggen, oh, zal ik langskomen, lekker voor je te koken en zo, je zal het wel zwaar hebben. Ja, zeg ja. Weet je, je bent zwanger. Je bent een mens aan het kweken. Je bent 24/7 eigenlijk aan het hardlopen. Hè? Dat is waar het mee wordt vergeleken met wat je lichaam allemaal aan het doen is. Dus accepteer alle hulp die je krijgt. Kijk, ik ben nu 1 keer zwanger geweest en wie weet was dit wel mijn enige keer. Het is echt een magische tijd en ik vind de herinnering daarvan ook heel bijzonder. Maak veel foto's. Oh, alsjeblieft maak veel foto's. Want ik heb ook vriendinnen die dus maar 1 of 2 foto's hadden. Omdat ze zichzelf zo groot vonden. Maar nu daar spijt van hebben. Wij hebben op een gegeven moment bijna dagelijks foto's gemaakt. En dat is gewoon leuk voor later. Weet je, gewoon hoe jij eruit zag met die grote buik. En hoe leuk is het voor je kindje om later ook te zien. Geniet er vooral van. Het is echt een hele bijzondere tijd. En ook als ik erop terug ga, ik kijk er echt met een warm gevoel op terug. Dat ik denk, wauw, dat mijn lijf dat heeft gedaan. Ik zo bijzonder. Het is echt, ik vind het gewoon magisch, zwanger zijn. Het is echt wel heel magisch. Nou, alles wat ik heb genoemd heb ik hieronder gelinkt.
Ik hoop dat jullie het interessant vonden, dat je er iets aan hebt gehad. Als jullie nou nog meer tips hebben, laat ze alsjeblieft achter bij de comments. Laat even weten wat voor jou goed geholpen heeft. Nog veel meer tips zitten in de vlogs verstopt. Ik kan niet precies pinpointen welke vlogs allemaal, maar als je ze volgt, dan zie je steeds meer dingen voorbij komen. Daar zie je ook deze dingen voorbij komen, zoals de hemdjes en de bal en ja, hoe ik dat allemaal ontdek en zo. Maar hier dus heel concreet wat mijn tips zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer.